zouden, want Mick Jagger die bleek 's ochtends opeens positief getest op corona. Maar wat we ons vooral herinneren van die dag is Corrie en Mike zat erop. Als je aan het voetbal denkt en aan Ajax en aan de Johan Cruijff Arena, dan denk je natuurlijk aan Mike de Boer. Dat is niet het geval. Wij zijn hier omdat afgelopen jaar een van de meest grappige filmpjes voorbij kwam en hij ging behoorlijk viral. Nou, de Frans Bouwen! Ja? Waarom? Omdat hij altijd gezond is. En Mick Jagger die wil hier rondfietsen. Terwijl de corona is, dat moet je niet doen. En dan niet s'avonds een test in je neus douwen, moet je s'morgens doen. Niet s'avonds. En dan sta je daar vanavond, haal die kuttrappen op, weet je hoe ik ben. En dan zeggen ze, maar het gaat niet door. Nou, daar sta ik dan. Hey Corrie. Hey Mike. Wat leuk om jou te ontmoeten. Ja, ik ook. Leuk om jou te ontmoeten. Ik heb jouw filmpje zitten kijken en jij zat er volgens mij behoorlijk doorheen. Hoe kwam dat? Ja, wat denk je? Ik had gedacht dat Mick Jagger zou zien dat hij stond vlakbij en ik denk, oh, ik zie hem niet als dit goed. Ja. En hij kwam niet. Hoe hoog zat jij nou eigenlijk? 60 keer. 60 keer? Hoe vaak heb je dat moeten doen? 2 keer. Dat meen je niet? Ja. Leek mij echt heel leuk om nog 1 keer die trap te doen. Zeg. Gaan we doen. Let's go. Nou, daar gaan we. Daar gaan we. Ja. Heb je een beetje conditie of niet? Ja hoor. Ik loop over de 4-daagse mij. Oh, serieus? Ja. Hoeveel medailles heb je al? Ik heb er al 7. Oh, dat is heel veel. Kijk, we zijn boven. Terug. Hoe noem jij die trap ook alweer? Kuttrap. Oh, erg. Nou, ik vind dit ook kuttrap. Dat kom, ga koffie drinken. Zo is dat. Vanaf welke etage nemen Nederlanders de lift? A. Eerste etage, B. Derde etage, C. Vijfde etage. Iemand deed een derde.